Hallo kijkers, allemaal van harte welkom in mijn koelkast. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb onwijs zin in tagliatelle. Ik heb het al een hele tijd niet gegeten. Ik kan me niet herinneren wanneer de laatste keer was. Dus ik dacht, ik ga lekker tagliatelle maken vandaag. En ik doe dat met zalm en roomkaas. Ik heb vanmiddag alles al voorbereid en gesneden. Dus ik hoef het alleen nog maar af te maken. Nou, dan ga ik even de ingrediënten pakken en meteen op tafel zetten. Ik heb hier zalm in blokjes gesneden. Ik heb het vel eraf gehaald. Normaal als ik een zalmmoot bak of grill, laat ik hem er natuurlijk op zitten. En dan bak je gewoon de zalm ongeveer een minuut of drie op de huid. En daarna nog even een minuutje de andere kant. Maar in dit gerecht is het niet lekker als het velletje eraan zit. Dus dat heb ik eraf gehaald. Oké, courgette. Cherry tomaat in blokjes. Hier lekkere roomkaas. Het bieslook, ik heb al een klein gedeelte ervan gesneden. Tagliatelle, die staat natuurlijk niet in de koelkast, maar dat ik even klaargezet. Dan heb ik hier kropsla. Ik ben altijd gek op sla bij en op mijn pasta, dus lekker. Oké, mensen, ik ga gauw beginnen, want ik rammel van de honger. Blijf vooral kijken. Little fridge. Nou, even wat water opzetten voor de tagliatelle. Beetje olie. Beetje zout. Deksel erop. Nou, zet ik mijn pan op. En deze pan ga ik binnenkort even vervangen, want het ziet er niet uit, sorry. Maar ik heb hem al zo vaak gebruikt. Dus even nieuw halen binnenkort. Olie. Doe ik de courgette in de pan. Zo, goed zo. Dan een beetje mooi goudbruin geworden. Doe ik de tomaatjes erbij. Niet te lang. Ik wil niet dat ze pap worden. Dan doe ik de zalm erbij. Ook maar heel kort. Even een beetje dichtschroeien. Oké. Nu zet ik het vuur uit. Even ervan af. Ja, die kookt. Dan ga ik even de tagliatelle koken. En daarna ga ik het hele gerecht afmaken. Zo. Nou, de tagliatelle is klaar. Ziet er goed uit. En dan haal ik eerst, voordat ik het afgiet, even wat kookvocht uit de pan. Dat gebruik ik zo om de saus mee te maken. Zo, dat is wel genoeg. Zo, afgieten. Dan zet ik de pan weer op het vuur. Dan doe ik wat van het kookvocht erbij. Niet te veel. Ik kan later altijd nog meer doen. De kruidenkaas erin. Ja, kaas laten smelten. Wauw. Nou, dat is precies goed zo. Tagliatelle. Erbij. Nou, dan doe ik wat sla op mijn bord. Dit is kropsla melange. Met volgens mij een beetje bieslook, maar dat kan ik niet echt ontdekken nog. Oh jawel, hier, kijk. Lekker gezond maaltje dit, jongens. Nou, dan de pasta. Doe niet alles. Straks ook nog een beetje. De bieslook. En ik heb nog wat rucola in de koeling. Dat vind ik zo lekker. Dat ik daar ook een beetje van op doe. Zo. Cheers mensen. Lekker een proseccootje erbij. Ah, ik heb echt honger jongens. Dat is lastig eten.
Heerlijk, maar ik mis een klein beetje zout. Ja, zo is die perfect. Kijk nog eens een keer. Heerlijk. Perfecte saus van roomkaas. De zalm is echt perfect gebakken, weet ik wel, niet te lang, lekker zacht. Ja, de tagliatelle is goed al dente. Dat is helemaal top, echt. Ik ga het even een beetje snijden, want het is makkelijker eten, denk ik. Echt een feestmaal. Oh, lekker zo'n proseccootje erbij ook. Dan zie je, het is heel simpel om te maken. Het stelt geen reet voor. Dus zou zeggen, ik ga het zelf eens proberen. Nou mensen, ik ga lekker mijn pasta opeten. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei! Little fridge, don't shout at me that way. Little fridge, don't shout at me that way.